Gelderland levert je mooie streken. Als je hier buiten kijkt, dan zie je wel hoe mooi dat landschap is. En misschien wel de belangrijkste grondleggers van dat landschap zijn onze boeren. En die boeren die staan onder druk. En vandaag gaan we eens kijken bij een boer hoe hij nou bezig is met dat landschap, maar ook hoe hij innovatief bezig is met zijn bedrijf, zodat hij een bijdrage kan blijven leveren aan ons mooie landschap. Zo, maar u bent boer hier in de Achterhoek. Ja. Bevalt dat een beetje? Want er is natuurlijk een hoop te doen om de boer, hè? Ja, het boer zijn is gewoon een prachtig beroep. En je doet dat natuurlijk 24/7. En we zijn geen groot bedrijf hier, maar toch willen we graag verder. Qua plek liggen we hier echt heel mooi. En we hebben de grond om de boerderij heen liggen. En mijn zoon die wil er ook helemaal vol voor gaan. Ik heb net je vader gesproken en die zei ik wil eigenlijk het liefst dat mijn zoon het zometeen weer over kan nemen. Maar heb je er nog wel zin in? Want ik ben ook een jonge boer en mij wordt het wel eens gevraagd. Maar... Ja, ik heb er zeker nog wel zin in. Maar tot nu toe krijg je van de overheid weinig toekomstperspectief. Ja. En de boeren, vooral wie kort bij een natuurgebied zitten en zulke soort dingen, denk ik dan best nog wel lastig kan worden. Als ze dat echt heel veel op gaan inzetten. Ik zou heel graag verder willen en ik zie er ook nog wel mogelijkheden in. Maar ik wil graag gewoon van de overheid en van de staat gewoon een plek op de horizon waar je heen kan. En dat je daarop je kan inzetten en plannen kan maken. En want wij krijgen nu op school ook de vraag, waar zie je jezelf over 10 jaar? Maar er zijn weinig wie daar fatsoenlijk antwoord op kunnen geven. Ja, en ik heb al in mijn ooghoek gezien dat jullie druk zijn met innovatie. Dus ik ben heel benieuwd hoe de innovatie die jullie al toegepast hebben werkt nu. Ja. Dus dat gaan we zien. Zo, ik hoorde dat jullie de familie voorzien hebben van een mooie innovatie. Ja, wij zijn als Hanskamp al een hele tijd geleden bij familie Pennings begonnen met het koudtoilet. En die zie je hier ook. Daarmee scheiden we de mest van urine. Dus het koudtoilet komt direct achter de koe. De urine halen we daar weg en slaan we apart op. Daardoor komen de mest en de urine niet samen. Dus komt die stikstof niet in de natuur terecht. Maar kun je die opslaan in een silo en vervolgens benutten op het weiland als meststof. Oké, dus jullie kunnen eigenlijk best wel wat stikstof reduceren? Ja, wij reduceren ongeveer 50% stikstof. En het mooie is dat je die stikstof vasthoudt en daardoor weer kunt benutten als een meststof. Dus je bent eigenlijk niet alleen bezig heel goed met het reduceren van stikstof, maar eigenlijk ook ben je een stukje circulair aan het boeren als je die koudtoilet hebt staan. Ja, een boer heeft het niet meer nodig om kunstmest aan te kopen, maar kan de mest die er is benutten op zijn eigen weiland of een collega ondernemer daarmee blij maken. We hebben vandaag weer gezien hoe belangrijk het is dat onze jonge boeren toekomst krijgen. Daarom zeggen wij ook, geef de blijvers toekomst. Geef de blijvers een perspectief. Stem daarom op 15 maart voor een betrouwbaar, christelijk, maar ook boerengeluid SGP.